vooral tegen Senegal, toch sterke jongens, grote, sterke, felle jongens. En dan heb je toch wel een kuitenbijter als Maleisië nodig. We zijn hier op een Cruijffkoord in Amsterdam, waar we samen met oud-speler van onder meer Feyenoord, FC Twente en het Nederlands elftal Dwight Tindalli vooruitblikken op het WK in Qatar. In 2013 heb je twee interlands gespeeld voor het Nederlands elftal, tegen Indonesië en China. Hoe voelde dat om voor het eerst opgeroepen te worden voor het Nederlands elftal? Ik kan me nog herinneren dat ik gewoon dols blij was. Ik was echt hartstikke blij. En in wat voor een kleedkamer kwam je terecht? Want ik kan me voorstellen met spelers als Robben, Van Persie destijds, dat was nieuw voor jou. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, alleen maar mooi. Geweldige spelers, nog steeds iconen. Robin was erbij, Sneijder was erbij. Heitinga zat er ook nog bij. Sowieso konden ze allemaal geweldig voetballen, maar ze waren ook gewoon goed als persoon. Ja, en wie er ook bij was Louis van Gaal. Hij heeft jou laten debuteren. Ja, hoe heb jij hem meegemaakt? Ik zie hem als een hele eerlijke man. En die ook belangstelling toont naast het voetbal. Dus hoe is het met je gezin, hoe is het met jou als persoon. En daar is hij ook heel erg geïnteresseerd in. Ja, dat beeld zou mij altijd wel bijblijven. Dus eigenlijk de mens van Gaal, als ik hem gewoon mag omschrijven, is gewoon eerlijk, nieuwsgierig, maar ook wel hard als het moet, door middel van keuzes. En hij behandelt iedereen gelijk, dus dat vind ik wel, dat zegt wel iets over hem. Jij hebt bij FC Twente 81 wedstrijden samengespeeld met Luc de Jong. Die gaat ook mee naar Qatar. Was ook veel om te doen. Van de Vaart noemde hem laatst nog helemaal geen goede voetballer. Andere analytici zeggen hij is zo kopsterk, beste kopper van Europa. Wat vind jij? Dat hij niet kan voetballen, ik deel die mening niet. Ik ken Luc gewoon als een hele goede spits. Het is natuurlijk geen technisch begaafde speler die schaartjes maakt en noem maar op. Het is gewoon een hele functionele spits. Op het juiste moment even weg naar voren en komt voor de man en prikt hem erin. Ja, dat is Luc. En zo ken ik hem ook in mijn Twente-tijd. Voetballend zag ik hem ook ontwikkelen. In die zin zou ik hem altijd meenemen. En ook als je naar zijn carrière kijkt, heeft hij bij geweldige clubs gespeeld. In Spanje, vond ik, heeft hij het waargemaakt. Weliswaar niet altijd als basisspeler. Maar de wedstrijd die hij bij Barcelona heeft gespeeld, heeft hij wel zijn doelpunten meegepikt. Dus hij heeft het op Europees niveau, maar ook zowel op landelijk niveau gewoon laten zien, vind ik. We gaan nu nog even terugblikken op jouw eigen carrière. Want ik zag net al dat je een paar geweldige shirts hebt meegenomen. Dus laten we het daar even over gaan hebben. Ja, dit is hem dan. Je debuutshirt. Indonesië in Nederland. 25 minuten voor tijd mocht je invallen. Wat ging er door je heen op het moment dat je aan de kant stond om in te vallen? Ja, prachtig nogmaals. 80.000 man, wat ik me kan herinneren in het stadion. Als je dan mag invallen, dan is dat top. Toch het hoogste haalbare als voetballer. Het eerste wat me te binnen schiet is ik heb het toch geflikt. Dat maak je niet veel voetballers mee. Toch wel een gevoel van trotsheid. Ik heb er hard voor moeten werken. Dan is het wel mooi dat als je de shirt toch weer erbij pakt, dat je die gevoelens weer naar boven komen. Ja, dit is je tenue van je tweede interland, China. Ja, en wat mij allereerst opvalt, en ik denk jou ook, dat is dat er geen Tindalli op de achterkant staat. Kun je het verhaal hierachter vertellen? Ja, we speelden natuurlijk in Azië. En de tweede wedstrijd was tegen China. En de KNVB had toen besloten. Waarom weet ik niet. De gedachtegang weet ik ook niet wat hierachter zit. Maar om de letters in Chinese letters te laten drukken op de achterkant van dit shirt. Welk shirt ben je meer trots? De oranje waar je in debuteerde of deze? Nee, de debuutshirt. Ik bedoel, dat is toch het shirt waarin je het veld in komt voor het allereerst. Dus daar ben ik natuurlijk wel echt trots op. Neem niet weg dat dit ook natuurlijk een mooi shirt is om trots op te zijn. We gaan jouw favoriete elf samenstellen voor op het WK. Ik kies voor Remco. Remco Pasveer van Ajax zet ik op goal. En waarom? Nou, ik denk sowieso als je naar de laatste twee jaar kijkt, heeft hij het gewoon goed gedaan. Zowel in Europa als in de Nederlandse competitie. Stabiel, betrouwbaar. Natuurlijk af en toe een foutje. Maar als je het breed gaat trekken, vind ik hem persoonlijk de logische keus. Ik speel met Aken. Vanaf links, dan speel je met Van Dijk centraal en dan zet ik
Timber rechts. Kijk, dat Timber misschien niet in goede doen is, dat oké. Maar hij is, het is niet zo dat hij compleet door het ijs zakt. Hij had wel gewoon een niveau. Ja, hij speelt misschien geen 8 of 9 meer. Nu speelt hij misschien een 6 of een 6-7. Timber moet gewoon spelen. Talentvol, heeft kwaliteiten. En ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook gaat laten zien op het WK. Je backs? Dumfries, die kan iedereen denk ik invullen. Ik denk dat het geen rocket science is. Krachtig, sterk, snel, atletisch, 90 minuten lang. Ja, en dat wil je van zo'n back. Links is voor mij echt heel lastig. Ik denk dat je heel goed moet kijken tegen wie je speelt. Ik denk dat we beginnen tegen Senegal. Ja, ik verwacht dat wij natuurlijk wel heel veel de bal hebben, maar dan zou je denken het blind. Maar ik ga toch voor Malaysia. Een afweging waar je moeite mee hebt, zo te horen. Malaysia wint de strijd van Blind. Ja, het is heel lastig natuurlijk, omdat Malaysia natuurlijk niet zoveel speelt. Nou, Blind ook niet. Ja, wie moet je dan daar neerzetten? Ik zou het niet weten. Dus het is sowieso heel lastig tussen die twee. Ik kies voor Malaysia omdat ik hem agressief vind. Ik vind hem snel, sterk, agressief. En ik denk dat we dat nodig hebben. Vooral tegen Senegal, toch sterke jongens, grote, sterke, felle jongens. En nou, dan heb je toch wel een kuitenbijter als Malaysia nodig, in mijn optiek dan. Je drie middenvelders, nou, ik reken er stiekem een beetje op dat je Frenkie de Jong in elk geval opstelt. Ja, dat is een no-brainer, denk ik. Dat weet iedereen, toch? Ja. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Dus inderdaad, Frenkie, ja, van links, van rechts, ja, volgens mij maakt het voor hem allemaal niet uit. Nee. Hij draait alle kanten op, dus dan zet ik hem. Ik zet hem nu even daar. Perfect. Nou, vooralsnog staat het. Wie gaat er naast Frenkie spelen? Veel discussie om die positie. Wie zet jij daar neer? Ja, ik zet Berghuis. Ik hou van een dynamisch middenveld. Veel voetbal in het middenveld. Veel 1-2'tjes, korte paas tussen de linies. Nou, dan is Berghuis de ideale man. Berghuis een positie waar veel discussie om is, maar dat geldt even zo voor de nummer 10 positie. Ja. Wie gaat daar spelen? Deze man. Die... Gakpo. Ja. Onze grote vriend Gakpo zet ik daar neer. Goeie speler. Groot, lang, sterk, atletisch. Vind jij dat hij daar kan, uit de voeten kan? Want Van Gaal heeft hem eigenlijk min of meer gebombardeerd tot nummer 10. Terwijl hij bij PSV op links speelt. Denk je dat dat kan slagen op het WK? Nou, denk ik wel. En ik denk dat hij ook natuurlijk heel veel vrijheid... Kijk, als je gaat zeggen, jij moet alleen hier gaan staan. Nee, ik zou hem gewoon veel vrijheid geven. Uiteindelijk moet er wel vanuit een basis gespeeld worden, denk ik. Maar ik dicht hem wel de kwaliteit toe dat hij dat kan. Voorin, heb je daar nog verrassingen voor ons in petto? Nee. Eigenlijk, ik denk dat iedereen dat wel zal... dat zijn deze twee jongens. Eigenlijk zie ik deze drie eigenlijk als een combinatie. Veel positiewisselingen, zolang ze maar allemaal bezet zijn. Maar dit wordt hem dus. Louis van Gaal, de opstelling van Dwight Tindalli. Ja.